Met een toeter en de ontbleding van een nieuwe slogan is het startskwadjoen voor de verkiezingscampagne van het Wetterskip. De verkiezingsbinnen op woensdag 18 maart. De directeur van het Wetterskip had er alle vertrouwen in. Ik hoop dat wij een hoger opkomstpercentage hebben dan bij de provinciale statenverkiezing, maar dat zal wel iets te ambitieus zijn. Die opkomst bij de steerteverkiezings wie de laatste keer haar 60%. Wil de opkomst van het Wetterskip net meer als de helte wie. Dat maakt dus beter. En daarom binnen beide verkiezings nood tegelijk. Ze gaan nu naar de stembus als de provinciale statenverkiezingen zijn op 18 maart. En dan krijgen ze dus twee stembiljetten. Eén voor de Staten en één voor het waterschap. En kunnen ze dat invullen. Dus ik ga ervan uit dat iedereen die voor de Staten gaat, ook voor het waterschap gaat stemmen. En omgekeerd ook, iedereen die voor het waterschap gaat stemmen, zal ook wel voor de Staten stemmen.